ribs met cola en gevulde aardappeltjes. Ja, een buitenlands gerecht met het motto: het moet niet altijd Italiaans of Oosters zijn. Het is zo een beetje toch een funky gerecht, hè, met de cola, maar wel heel, heel lekker. En cola, ja, dat is misschien zo'n beetje raar, maar uiteindelijk zit daar veel suiker in en kun je dat eigenlijk als suikervervanger gebruiken of als bijvoorbeeld karamel. Hoe beginnen we daaraan? We gaan ons ribbetjes marineren, dus we beginnen met de marinade. En voor een marinade te maken ga ik eerst een zoete ui aanstoven. We gaan het voorste en het achterste afsnijden en we gaan die aanstoven in een beetje boter. Ik ga trouwens mijn pan al opzetten. Dus een zoete ui gewoon in reepjes. Voilà. En dan voor de ribbetjes heb ik een heel grote kom nodig, want ja, dat zijn er wel wat. Om goed te kunnen mengen. En wat gaat er allemaal in? Er gaat mosterd in. Een flinke eetlepel. Er gaat 2 eetlepels sojasaus in. Donkere sojasaus, dus echt de zoute. Er gaat een theelepel en daar gaat die Worcestershire-saus. Je weet wel welk sausje dat is, want iedereen kent dat sausje, maar niemand kan dat uitspreken. En wel, 1 eetlepeltje van dat gaat er ook bij. Voilà. Ik ga dan eerst mijn ajuintjes aanstoven. De pan zal wel warm zijn. Yep. Die mogen schoon zo'n beetje gaan aankleuren. We laten dat zachtjes gaan. We gaan de marinade afwerken en daar gaat ketchup bij. Want ja, een Amerikaans gerechtje, dat kunnen we daar eigenlijk niet bij wegdenken. Hè. En het woord ketchup komt eigenlijk van het Chinees ketchup. En wat wil ketchup zeggen? Saus. En dan de cola, want we hebben nu al mosterd, we hebben nu al soja, dus we hebben een redelijk intense smaak. En de cola gaat gewoon een beetje ten eerste, gelijk als dat je zou bruine foon gebruiken, om je ribbetjes klaar en gaar te koken, gaat hier de cola als vloeistof zorgen voor een lekkere marinade. En nu als je zegt van, oh, ik ga dat hier slimmer doen, ik ga dieetcola gebruiken, en wel nee, want het is juist de suiker in de cola dat we nodig hebben om die mooi gekarameliseerde ribbetjes te verkrijgen. Hè. Voilà. Zo, en dan gaan we dat afwerken met een beetje tabasco. En die tabasco gaat zo die ribbetjes extra pit geven. En dat kunnen we wel gebruiken zo, hè. Het einde van de week, voordat we het weekendje inspringen. Dat is ook zo een typisch gerecht. Als je dat klaarmaakt, steek dan een dagje in de frigo en warmt dat weer op. Dat is geweldig. De ajuintjes die mogen mooi aankleuren. Schoon glazig. En dat die smaak heeft vrijgegeven, is dat goed. En dan mag dat bij onze marinade. Zo. De geweldige marinade is klaar. Dan moeten we er de ribbetjes bij nemen. En nu, goh, je kunt dat op verschillende wijzen eten. Je kunt dat ook zo eten. Meestal wordt dat zo gegeven. En dat is dan in de oven. En ja, lekker, hè. En zo eten met je handen. Ik vind dat geweldig. Maar nu, voor deze bereiding worden ze allemaal apart gesneden. Dus dat je echt zo het ribbetje hebt met wat vlees aan. En dat gaat gewoon bij in de marinade. En nu, ribbetjes is echt het goedkope stukje vlees van het varken. Maar wel echt heel dankbaar, want je kunt er heel veel bereidingen mee doen. Ook de Aziatische keuken, hè, zoals stoofpotjes met ribbetjes. Zo honing. Lekker, hè. Voilà. Die gaan we toch zeker een half uurtje laten marineren. En dan gaan we die straks aanbakken. En je zult misschien zien, goh, zoveel marinade, wat gaan we daarmee doen? Wel, we gaan straks die ribbetjes opbakken. En die marinade gaat daarbij. En dat gaat dan eigenlijk, gelijk als stoofvlees, maken dat dat echt zacht, zacht vlees wordt. Heerlijk, echt waar. Zo, die mogen een half uur staan en dan gaan we de gevulde patatjes maken. Hoe kunnen we dat nu doen? Ik ga die in grof zout gaan garen. En waarom grof zout? En wel, als je dat droog gaart, dan ga ik straks daar
een dekseltje kunnen afhalen en ga ik dat schoon kunnen uithalen zonder dat die kapot gaan. Allee, normaal gezien, hè. Dus die patatjes gaan in een ovenschaal. Hè. En dan mogen die rijkelijk overstrooid worden met zout. Grof zout, niet met gewoon zout. Dat die nog juist zo komen piepen. En die moeten dan een half uurtje in een oven van 190 graden. Die gevulde aardappeltjes, ja, als we die puree daaruit halen, dan is de bedoeling dat we daar heel veel ingrediënten aan gaan toevoegen. En wel, we gaan daar gebakken spekjes aan toevoegen. Ik ga hier dezelfde pan nemen van mijn ajuintjes. En die mogen zonder vetstof gewoon de pan in. Het vet van het spek zal gewoon gaan smelten en dan kunnen die schoon krokant bakken. Wat gaat daar nog in zo'n gevuld patatje? Geitenkaas en een beetje parmesan. En dan ook een klein beetje pit. En dat kunnen we doen met de jonge pijpajuintjes. Dus die voetjes gaan eraf en die mogen heel fijn gesneden worden. Voilà, dat straks voor in de patatjes. De spekjes schoon opbakken. Je ziet dat heeft geen vetstof nodig, hè. Voilà, die zijn mooi aangekleurd. Maar ik vind ze toch nog een beetje langs de dikke kant. Dus ik ga ze een klein beetje fijn snijden. Voilà, dat moet nu niet echt extra fijn zijn. Maar een klein beetje gesneden. Voilà, voilà. Dat ligt allemaal klaar voor de patatjes straks. Dus ik mag mijn ribbetjes gaan aanbakken. Voor die aan te bakken gaan we die eerst eens een beetje doorzeven, hè. Voilà. Ik pak een tweede pan, want ik heb wel wat ribbetjes. En dan gaat dat een beetje vooruit, hè. Een klontje boter. Zo, en die gaan we allemaal schoon aanbakken. En deze is hier echt een receptje dat je moet proberen. Super lekker. Voilà. Eigenlijk is het zo'n beetje een afgedankt stukje van het varken, die ribbetjes. Want dat is uiteindelijk een klein beetje vlees, heel veel vliezen en vet. Maar als je dat goed klaarmaakt, heel, heel lekker, hè. En dan gaat de volgende lading erin, hè. En ook de ajuin mag nog iets meegestoofd worden. Voilà. Voilà, die zijn ook mooi aangekleurd. Dan mag dat er ook bij. En nu hoor ik je zeggen van, jongens, wat een pot. Precies voor een gans leger. Maar uiteindelijk is dat niet zoveel, hè. Want als je ziet, hier, dat is volledig een beentje en daarnaast hangt het sappig lekker vlees van de ribbetjes. Dus zelf als je een klein beetje te veel maakt, kan dat nooit kwaad. Voilà. Die ajuintjes gaan erop. En dan de marinade, hè. Die gaat er helemaal over en dan moet dat zo een toch wel 3 kwartier pruttelen totdat dat echt dat vlees van dat beentje valt. Voilà. Zacht vuurtje en het deksel erop. Zo, mijn patatjes. Allee, patatjes. Dat zijn al serieuze schareltjes, hè. Die zijn gaar, dus ik kan die daar uitvissen. En dus je ziet, dat is dus het nut van te garen in zout. Want je patat van binnen is gaar. Maar je hebt je buitenste van je aardappel, dat eigenlijk als schelpje dient voor de vulling, die
mooi hard gebleven is en dus gemakkelijk zal zijn om te vullen. Voilà, dan kunnen we die leeghalen. Ik neem op een handdoek, want dat is een beetje warm toch. En ik snij het dekseltje af. En dan gaan we met een lepeltje voorzichtig die vulling gaan uithalen in een kommetje. Ik mocht die helemaal leeghalen, zo juist op tegen het, ja, de pel van de aardappel, maar niet kapot doen, hè. Voilà, die is mooi leeggehaald. En hierin, in dat dekselje, zit ook nog een klein beetje, dus dat gaan we er ook uithalen. Voilà, zie. En je gebruikt daar best zacht kokende aardappelen voor, want je doet die toch... Allee, je gaart die toch in zout. En anders zou het toch nog zeker 20 minuutjes langer duren voordat ze gaar zouden zijn. Dus die zachtkokende bloempatatjes, zoals dat ze zeggen, zijn hier ideaal voor. Zo. En nu gaan we een lekkere vulling maken voor erin. Hè. Geitenkaas. Zachte geitenkaas. We moeten dat eens goed mengen. En dat is echt een topvullingskind. Spekjes gaan erbij. De pijpajuintjes. En dan een beetje geraspte parmesan. Alles goed mengen. En dan gaat dat weer in dat patatje. Goed. En die patatjes, gevuld die, maar gevuld die ook echt in de hoogte. Hè. Dat mag zo wel wat nonchalant allemaal gevuld zijn. Die Amerikaanse keuken, je mag ervan zeggen wat je wilt. Maar dat is toch iets lekkers, hè, deze. Echt. Touche finale. Nog een beetje geraspte parmesan erover. Laten gratineren in de oven. En klaar. Ik ga er al eens kijken naar de ribbetjes. Voorzichtig roeren. Want je ziet, dat valt echt van het beentje, hè, dat vlees. Zo moet dat zijn. Hè. Echt zo zacht als boter. Voilà. Die zijn schoon zacht, dus we kunnen aan tafel. Zo. Made in USA. Mijn ribbetjes met cola en gevulde patatjes. Smakelijk. Da-da-da.